Eén kind invullen is ook oké. Dan kun je doen wat je wilt met je leven. Nee, dank je. Eén kind invullen is ook oké. Nee! Als laatste wijzen we nog op clausule 1, de verantwoording. Naleving van het contract dient van start te gaan voor uw 30ste jaargang. Indien u hier niet aan voldoet, behoudt de staat haar recht tot overname van uw lichamelijke integriteit. Dit betekent concreet dat u te koop wordt aangeboden in de daarvoor bestemde baarmoederboutique. Om zo aan uw plicht naar de maatschappij te voldoen. Draagbare zorgen, mevrouw Porter. Dit is een geautomatiseerd bericht. De overheid attendeert u op het bestaan van de sterilisatiepil en dient soms levensbedreigende bijwerkingen. In milde gevallen krijgen slachtoffers te maken met verwardheid door onder andere paranoia en hallucinaties. Ook zijn enkele gevallen van doodbloeding bekend. De overheid benadrukt het belang van eensgezindheid. Bescherm uw dochters, zussen en partners. Bescherm onze toekomstige moeders tegen de propaganda van de anti-beweging. Blijf trouw aan het grootste goed. Dragen, baren en zorgen. Goed, nu dat iedereen gesitueerd is, kunnen we eindelijk beginnen. Laten we snel van start gaan. Hoi, mam. Het zal ook eens een keertje niet over jou gaan, hè? Ik was aan het studeren en ben in slaap gevallen. Studeren? Is dat nou de beste investering van je tijd? Vandaag zijn we samengekomen om de formalisering van het levensloopcontract van Laila Porter te getuigen. Neemt u vooral de tijd om alles naar eer en geweten in te vullen. Ik was vroeger net zoals jij, Mila. Dacht ook andere dromen te hebben. Maar zo werkt het in het leven, lieve Mila. Dragen, baren en zorgen. En niet dragen, baren, zorgen en werken. Zorg jij er nou maar voor dat je zwanger wordt? Dat zal je zien. Als jij dan straks eindelijk dat kind in je armen neemt, dan wil je waarschijnlijk niet eens meer piloot. Hou nou eens op! Ik wil geen kind. Het maakt het uit wat jij wilt. Als je straks in die baarmoederboutique staat. Mevrouw Porter Senior. U zou getuige staan voor het levensloopcontract van mevrouw Porter Junior? Ja, tuurlijk, uiteraard. Mama? Haha, mama heeft in haar broek geplast. Mom? Ik heb het bij me. Oké. Weet je het zeker? Weet dat wat je ook doet, ik 100% achter je sta. Mijn aanbod staat nog steeds. Je bent bij ons meer dan welkom. Ik kan mijn familie niet zomaar in de steek laten.
Er moet toch iemand tegen de tirannie van Miss Moederschaps Award opboksen? Ja, je zal op een gegeven moment toch moeten kiezen, lieverd. Of je vrijheid, of moeder met die zogenaamde droombaan. Maar hoeveel van die vrouw heb je die baan nou echt zien voortzetten? Leila heeft net ook al haar contract ondertekend. Weet je, meis, ik hield ook ontzettend veel van mijn familie. Maar voor wat het waard is, ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze om weg te gaan. Ik ben niet zo dapper als jij, Lies. Leila en Is nooit meer zien. Zelfs mijn moeder nooit meer zien. Zorg dat je niet betrapt wordt. Maar ook dat je niet alleen bent. De overheid ligt in dit geval niet. Dat ding is echt gevaarlijk. Ik zie gewoon geen andere uitweg. Onderteken uw levensloopcontract vandaag nog. Dragen, banen, zorgen, is het grootste goed. Oh, ik dacht al. Doe het langer. Ja. Oh, gadver, wat drink jij? Gewoon? Dat drinkt mama ook altijd. En? Hoe voel je je nu je het contract hebt ondertekend? Zo, wat heb jij mooie schoenen aan? Nou, ze vind je wel interessant, hè? Waar is die van jou? Oh, of heb jij een oppas? Ach, dat lijkt me zo ontzettend fijn. Ja, ik krijg mijn man er maar niet van overtuigd. Nou, ik ben eigenlijk niet zo mee bezig. Oh, zo. Kom, lieverd, we moeten gaan. Jezus, Miel, dat is wel een beetje lomp van je. Nou, we maken niet zo druk. Daar komt ze echt wel weer overheen, hoor. Wil ik me nou niet druk maken? Nee, het gaat die vrouw echt geen reet aan waar mijn denkbeeldige kind is. Kom op, Miel, het is echt niet grappig meer. Wanneer ga je een beetje verantwoordelijkheid nemen? Als je nou gewoon vanavond een van die mannen uitkiest, dan heb je tenminste nog iets te zeggen over wie de vader van je kind is. En misschien vind je het stiekem hartstikke leuk. Ja. Nou, thanks voor je support, hè. Ik maak me gewoon zorgen. Je hebt nog maar een maand en anders ben ik je gewoon kwijt. Ik zal jullie nooit in de steek laten, lui. Weet je toch? Het is kort voor vier. Mama zal nu wel met baby nummer 10 thuis zijn. Laten we gaan. Mevrouw. Het is maar voor heel even. Want ze wordt vast heel snel uitgekozen. En heeft uw dochter terug. En werd er meteen een schoonzoon rijker. Oh, mevrouw. Kom meer te zeggen. Heel even. Het is echt beter als ze nu naar huis gaat. Onthoud het grote goed. D, B, Z. Ja? Okay, ja? Het was heel fijn zaken met u te doen. Een fijne dag. Beloof het me. Dat je me niet alleen achterlaat. Beloofd. Dan gaan we samen de wereld veroveren. Ik als wereldberoemde modeontwerpster en jij als avontuurlijke piloot. Is goed. Kom. Het spijt me, meneer, maar jullie zijn geen match. Ik mag haar niet aan u verkopen. Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik heb ook gewoon recht op een boutiquevrouw. Ik snap uw ontevredenheid, maar
Ik mag haar niet meegeven. Jullie biologische opmaak geeft te veel complicaties. Wij hadden al lang kinderen kunnen hebben. Tot de volgende keer! Omdat ze zeiden dat dat voor jongens was. En die had ik ook nog eens van jou gekregen. Schatje toch. Gelukkig heb ik deze ook nog voor je. Het staat er goed, hè, zo'n kind. Ja, absoluut. Duidelijk moederinstinct. Ja. Zo zonde om alle talenten te laten verpieten. Ja. Zonde van mijn lijf om zo'n kind uit te persen. Gedraag je een beetje, Miel? Veel plezier. Mila, the one and only. Robert, toch? Wil je ook een glas? Oeh, een dame die kan drinken. Love it. Ik om niet te veel, hè? Want dat lichaam een beetje gezond houden en die laatste goede. Zo. Op ons allemaal. Schoonheid. Ons? Een beetje voorbarig, niet? Ja. Iemand zei me dat er een beetje haast achter zat. Gekost net mij, toch? Maak u geen zorgen. Dat kind van ons. Hé, hey, ons kindje. Het wordt echt prachtig. Dus maak je geen zorgen. Komt allemaal goed. En eens wij een minimi of 6 op de planeet hebben, dan zorg ik voor brood op de plank en jij hoeft je enkel te bekoren over ons kroost. De droom van iedere vrouw, toch? Ik ga wel. Je bent een uitzonderlijke vrouw als je de maatschappij bedeelt met 10 waardevolle nieuwe inwoners. En dan ook nog net zulke uitzonderlijke dochters voortbrengt. Als moeders kunnen we niet anders dan trots zijn. Als onze dochters in onze voetsporen treden. Persoonlijk weet ik dat Annabeth die trots ook voelt voor Laila. Want ik was erbij toen ook zij eerder vandaag haar contract heeft ondertekend. En Laila maar liefst 11 kinderen heeft ingevuld om in haar moeders voetsporen te treden. 11? Oh, Mila, ik doe het pijn. Kom mee. Mila. Wat is dat? Deze was eigenlijk voor mij bedoeld. Maar misschien is het beter als jij hem neemt. Wat? Wat? 11 kinderen, Lai. Besef je wel hoeveel dat is? Dan ben je de komende 15 jaar bezig met kinderen krijgen. Ik durf dat niet. Het is ook eng, Lai. Maar op deze manier heb je in ieder geval nog een beetje kans op een eigen leven. Ik ben niet zoals jou, Mila. Ik ben niet zo egoïstisch. Joost wil zo graag een kindje. Mama wil zo graag oma worden. Fuck Joost en fuck mama. Fuck jou met je pil.
Natuurlijk wil ik er geen elf. Het is wat het is. Wil je hem echt innemen? Ja. Nu nog steeds? Mama, wat is er aan? Je beugt best zonder ons, Annabeth. Je hebt ook wel bij rashonden. Soms dan zit er gewoon een valse pup tussen. Zo, zoon. Nu mag jij er ook een uitzoeken. Nou, het duurde misschien wel even voordat ik en je moeder klikte, maar geloof mij. Het is echt de betere keuze om er gewoon een op deze manier aan te schaffen. Ons nieuwste exemplaar.